leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ik had al in de livestreams, degene die me GTA-livestreams had het al gehoord. Ik zou nog een hele belangrijke video. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Maar ik zou nog een video maken met twee dingen erin. Wat ik dus kwijt wou. Ten eerste is het weer tijd om een Q&A te gaan doen. De laatste was in december in de Efteling. En ik ga weer een Q&A doen. Ik geef jullie dus 2 weken de tijd om een comment achter te laten in deze video. Heb je een vraag voor mij? Stel ze. Zet een bericht achter hierin in de comments en dan komt dat weer helemaal goed. Dan ga ik een leuke lijst maken met leuke vragen. Stel ze gerust. Je mag ook meerdere vragen tegelijk stellen. Laat ik instellen, als ik onder de 10 vragen krijg, dan gaat de Q&A niet door. Ik moet dus minimaal 10 vragen hebben voor de Q&A. En dan ga ik dus weer een nieuwe Q&A doen met jullie. Heb je dus een vraag, stel ze gewoon gerust. Je mag alles vragen en dan zal ik ze beantwoorden. Het volgende, het tweede punt. Het tweede punt. Er komt een nieuwe intro. Ik begin de oude intro. Het is alweer bijna een jaar oud, die nieuwe intro. Eén keer in het jaar moet je toch wel weer een keertje gaan vernieuwen. Nu kom ik dus bij het punt dat ik dus weer bezig ben, ik moet er nog aan gaan beginnen. Maar ik heb al wat ideeën in mijn hoofd om een nieuwe intro te maken. Nu horen jullie het geluidje. Dit is dus een stukje. Ho, stoppen ermee. Want ik ga natuurlijk niet alles vertellen, of ik ga nog niet alles laten horen. Maar dit wordt dus de muziek voor de nieuwe intro. Er komt ook een nieuw muziekje onder. Dat nummer van ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, dat ben ik ook wel een beetje aan het zat worden. Er komt een hele nieuwe intro, komt er. Nieuwe beelden. Ik hoop dat ik er weer wat leuks, wat nieuws van kan maken voor jullie. De oude intro, het is wel leuk. Maar op een gegeven moment moet je toch ook wel weer een beetje vernieuwen. Nieuwere beelden natuurlijk. Want al die beelden die in de intro staan, die ik nu heb, die zijn eigenlijk al van ongeveer een jaar geleden tot aan januari, 2 jaar geleden. Dus het zijn nogal oude beelden en zo zijn het allemaal ook nog van vorig jaar. Dus er komt een hele nieuwe intro. Ik ben er nog niet mee begonnen. Ik ga er echt deze weekend ga ik eraan beginnen en ga ik een hele nieuwe intro maken voor jullie. Lijkt me echt hartstikke leuk om weer een nieuwe intro te maken. Als die klaar is, dan zal ik hem zeker weten in een vlog. Zal ik hem alvast aan jullie laten zien. Kunnen jullie ook vertellen wat jullie ervan vinden. Voor de rest komt er ook nog bij de Grand Theft Auto's een soort nieuwe intro. Een nieuw plaatje. Als het goed is voor degene die het opgevallen is dat ik een hele tijd bezig geweest ben met van die thumbnails. Daar ben ik op een gegeven moment weer mee opgehouden, omdat die thumbnails zoveel ontzettend werk is om dat te maken. En ik wil gewoon één plaatje maak ik nu en daar komt dan op te staan de thumbnail van op wat voor dag het geweest is. Dan worden het allemaal dezelfde thumbnails, of 2 thumbnails ga ik ervan maken. Dat zou ook nog kunnen. Maar er komen dus nieuwe thumbnails en niet meer elke keer een plaatje van dat. Want het is echt zo ontzettend veel werk om zo'n thumbnail te maken. Het is wel mooi, maar
Maar ik heb er niet altijd tijd voor en ik heb er niet altijd zin in om een thumbnail te maken. En ik heb bijna elke dag heb ik een GTA livestream. Dus ja, dus moet ik, elke dag moet ik dan een nieuwe thumbnail maken. Dat is gewoon veel te veel werk. Neem ook veel te veel tijd in beslag. En daarom komt er dus een nieuwe thumbnail of twee nieuwe thumbnails. En daar komt dus dan op te staan van GTA livestream op die en die datum. En dat is een stuk makkelijker. En toch wil ik mooie thumbnails gaan maken. In ieder geval ervan dat het toch een beetje ook voor het oog een beetje wat netter eruit ziet allemaal. Nou, dat was een beetje alle informatie wat ik aan jullie kan geven. Ik hoop dat jullie een beetje hype zijn over mijn nieuwe idee om een nieuwe intro te maken. Nogmaals, heb je vragen, laat ze in deze video achter voor de Q&A. Want die gaat er binnenkort dus aankomen. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En het moeten dus, wat ik al zei, 10 moeten het er zijn. Maximaal of minimaal moeten het 10 zijn. Anders dan moet ik het nog even een paar weken uitstellen. Want ja, als ik een Q&A ga doen en ik heb maar één vraag, dan dat schiet gewoon niet op. Dan ga ik geen Q&A voor opnemen. Dus boven of onder de 10 vragen komt er weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Nou, ik hoop dat jullie alle informatie allemaal een beetje enthousiast daarover zijn. Ik ben er in ieder geval heel erg enthousiast over. Binnenkort komt er dus weer een nieuwe Planet Coaster en een nieuwe Minecraft livestream. Die komt waarschijnlijk morgen al. Dus dit is op vrijdagavond opgenomen. Dus als het goed is komt zaterdag of zondag komt er een nieuwe livestream van Planet Coaster en een nieuwe livestream van Minecraft. Moet ik wel even kijken, want zondag is het ook moederdag. En ja, ik ben ook verplicht natuurlijk om even naar mijn moeder te gaan. En om haar even in de watten te leggen. Dus ik heb niet, zondag heb ik niet echt heel erg veel tijd. Mijn zus komt ook op visite. Dus ik heb niet veel tijd om zondag te livestreamen. Maar we gaan het wel zien. We gaan het allemaal wel meemaken. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk jongens? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video of livestream. Hier op mijn kanaal. Nou, de groetjes allemaal. En ik ga naar de Beekse Bergen. Ik ga lekker een video maken. Doei!